Goeiedag iedereen. Vandaag zijn we aan het Vrieselhof in Oelegem. Dat is het kasteel dus achterbij, gelegen in een heel mooi parkje, een provinciaal domein. Het domein gaat terug tot 1300, toen ene Jan van Vrieselen, een edelman uit Kontich, hier blijkbaar een kasteel bouwde. Maar het huidige kasteel is in neo-Vlaamse renaissance-stijl gebouwd en dateert slechts uit 1919. In 1910 werd Louis de Broekhoven de Berkijk eigenaar van het domein. En jammer genoeg ging het geheel helemaal verloren in 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog toen het in brand werd gestoken. Ja, nadat het dus in oktober 1914 compleet kapot werd gemaakt, besloot men het in 1919 te herbouwen. Exact hetzelfde zoals die voor de Eerste Wereldoorlog dus was gebouwd, in neo-Vlaamse renaissance stijl. In 1974 kwam het dan uiteindelijk in bezit van de provincie Antwerpen toen de kleinkinderen van Louis het domein verkochten. En sinds 1975 is het een mooi wandeldomein geworden. Welkom hier binnen in het Vrieselhof. Ja, als je binnenkomt, dan zie je meteen dat dit kasteel ook al modern is ingericht. Maar toch nog een heel mooie schouw om te beginnen. Ja, hier zijn we nu in de trouwzaal. Ik moet toegeven, het is de meest sobere trouwzaal die ik al in een kasteel heb gezien. Maar ja, zolang het koningspaar er is en er zijn wat stoelen, dan kan de trouw natuurlijk voltrokken worden. Hè. Het huwelijk wordt hier soms nog ingezegend door de burgemeester, aangezien het kasteel dus ook een provinciaal domein is en nog in handen is van gemeente en provincie Antwerpen. Dit is de zaal Heidebeek. Je zou je hier gewoon in een kantoor wanen. De stoelen zijn ja, gewoon modern. Pleegmapjes, bankjes, hypermodern zou ik zo zeggen. We zijn hier nu in zaal Rood Schijn. Ik zal beginnen met hier, bij de schouw. Het zijn zo wat Romeinse, à la Griekse figuren zou ik zeggen. Maar wat ook zeker opvalt is, ja, de bibliotheek. Guido Gezelle, Hendrik Conscience, Louis-Paul Boom. Het zijn de grote namen blijkbaar. In 2003 werd hier het Provinciaal Bibliotheekcentrum opgericht. En sinds 2011 spreekt men ook wel eens van de Bibliotheek van Vlaamse Klassiekers, zoals we daar een aantal hebben gezien. Ook de administratieve diensten zijn hier in het kasteel Vrieselhof gelegen.
Voilà, dat was onze trip door het Vrieselhof. Ik moet eigenlijk zeggen, van buiten valt het mee, maar van binnen is er echt niks te zien. Dus doe geen moeite om er te gaan kijken. Maar het is een mooi parkje. Het kasteeltje heeft wel een beetje geschiedenis, maar het is echt geen hoogvlieger. Nee. Ik zou eerder voor Le Page gaan. Of het Fruithof. Maar geen probleem, we gaan nog eens rond in het park. Daar lopen precies hertjes. Ja, het domein is nog wel mooi, dus we gaan eens een wandeling doen door het mooie provinciale domein. En we komen hier dit duiventorentje tegen. Eigenlijk gewoon een duivenkot, maar heel mooi. Kom, 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 kom. Voor lekkere drankjes en snacks moet je zeker hier zijn aan het koetshuis, dat eigenlijk is ingericht als taverne. Dat doet mij aan Nike denken, de godin van de overwinning. Eigenlijk kan ik het domein van het Vrieselhof samenvatten in een paar woorden, namelijk ja, een echt natuurdomein. Hè. Je hebt hier echt de mogelijkheid om mooie wandelingen te maken, om natuur te zien. Je kan hier vogels zien, je kan hier vleermuizen zien blijkbaar. Je kan hier zelf reetjes zien, want ik heb ze gezien, ze liepen hier rond. Het is hier echt een heel mooi natuurdomein. En wat het kasteel mist van binnen, van finesse en straling,
Dat maakt het domein helemaal goed. Het is ook een heel vriendelijk onthaal hier door de concierge. Het was dus eigenlijk wel een interessante reportage, ook al vond ik de interieur en de inboedel van het kasteel eigenlijk maar ondermaat. Maar het is echt wel een mooi domein. De focus ligt op natuur, ook allerlei verenigingen in het kasteel werken rond natuur. Dus genoeg gepraat, tijd om hier nog wat rond te wandelen in dit prachtige bos.